De conceptwet grondenrechten is nu op het bord van de vicepresident. Minister Gracia Emanuel van de regionale ontwikkeling en sport haalde gisteren voor de RVM aan dat er beter gekeken zal worden naar de inhoud van deze wet. De wet collectieve rechten in inheemse en tribale volken is voorbereid onder het bewind van de vorige minister van RO. Emanuel zegt dat deze wet nu is getild naar het niveau van de vicepresident, omdat het grondenrechtenvraagstuk prioriteit heeft. En we hebben dus gekeken naar de wet welke is ingediend, concept. En de commissie is nu bezig daarmee om te gaan kijken wat eruit moet. En als we dus elkaar terugvinden in de wet. We hebben de minister ook gesproken over de nieuwe deken van de Korps van Districtscommissarissen. Recent is DC Shafiq Gulaman tot deken van de DC's benoemd. Minister Emanuel zegt, gaat in op zijn taken. Deken is meer de eerste onder de gelijken. Alle zaken... die eigenlijk waarmee de DC's zitten, worden dus gecommuniceerd met de deken. En de verschillende ministers hebben dan zo een beetje één aanspreekpunt om wanneer het gaat om zaken de DC rakende. Minister Gracia Emanuel van regionale ontwikkeling en sport, die ook in gesprek is met haar collega van Volksgezondheid over het wederopgang brengen van sportactiviteiten.